Dit is De Kletspet, met elke week weer een nieuwe vraag over een actueel onderwerp. Oh, transgenders. 1, denk ik. Hoe heet ze? Van die dochter van Ria. Oh ja. Dat zou in eerste instantie de 1 kennen, ja. Maar wat zei je, LHT? Ja, maar om die uit te duiden wat het betekent, nee, dat weet ik echt niet. Nee. Ik ken er 2, denk ik, ja. En dan is het lesbienne, homo, queer op het eind en de rest weet ik niet. Die zijn ingewikkeld, jongens. Ik heb overal verstand van, maar daar niet van, hè. Transgenders ken ik niet. Nee, ik ook niet. Ja. Transgender ken ik een 0. Ja, denk ik wel op tv, maar niet iemand persoonlijk die ik ken. Nee, dat niet. En waar het voor staat, ja, ik heb het heel vaak gezien op Instagram en ja. Verder weet ik het niet, nee, geen idee. Lesbian, homo, hoeveel daarbij kennen? Nee, transgender. Nikkie Diaz. Ja, 1 denk ik. Ja, ja, er zijn nog veel meer. Hoeveel ik er ken? Ja, van tv ken ik er wel wat. En LH, lesbisch, homo, transgender. En daar houdt het een beetje op. Dan moet ik er nog een paar. LHBTQI. Geen idee. Dat weet jij. Wacht, ik wist het wel. Ik ken er geen 1, maar dat was toch iets van lesbisch. Wat was het volgende ook weer? Handje helpen. Nog een keer. Nee, geen idee. Nee. LHBTIQ. Geen idee, zeg. Waar dat voor staat. Nee, dat zou ik ook niet weten. En uit mijn omgeving ken ik geen transgenders, wel van de televisie uiteraard. Maar niet van... Nee, die heb ik niet in mijn vriendenkring zitten. Dus... Nee, dat niet. 0 en volgens mij staat dat voor de gemeenschap van mensen die op mannen vallen, mannen die op mannen vallen. En dat is de hele gemeenschap volgens mij en daar staat het voor. Lesbisch, homo, even kijken, bisex, transgender, query, intersection. En je had ook nog gevraagd of ik mensen kende in mijn omgeving. Ik ken alleen maar homo's. Helemaal. Volledig. Ik bedoel, het is een afwijking misschien in de zin van sommige mensen, maar ik vind dat dan gewoon een behandeling waard als zij zich niet prettig voelen in dat lichaam. Ik denk 60-70% ongeveer. Ja, ongeveer. Ja, als die mensen daar open mee kunnen worden, ja, waarom niet? Dan moeten ze maar helpen, vind ik. Oh, als ze daar gelukkig door worden, dan mogen ze van mij vergoeden. Ja, dat ze ook gewoon een normaal leven kunnen leiden voor hun. Ik denk zorgverzekeraars helemaal en werkgevers niet zozeer, denk ik. Ik vind gewoon dat de zorgverzekering wel kan dekken. Ja, als je normaal iets hebt, dekt ook de zorgverzekering het en niet je werkgever. Dus ja, in dat geval, denk ik. Okay. De zorgverzekering. Oh, dat is moeilijk. Ik vind als iemand transgender is, dan moeten ze dat gewoon vergoeden. Vind ik, compleet. Toch? Meens? Als daar een noodzaak voor is, echt, ja. En als iemand daar, je weet het, onder lijdt werkelijk, dan moet dat vergoed worden, ja. Ja. Ja, dan zou dat wel best wel mogen, ja. Betaal ik zelfs graag nog een euro meer per maand. Nou, wat wil je? Ik heb daar werkelijk geen idee van, dus daar doe ik liever geen uitspraak over. Oeh, dat vind ik wel een moeilijke vraag. Ja, het geluk van die mensen staat natuurlijk op het spel, hè? Ja. Nou, ik vind gewoon dat de zorgverzekering daarvoor op moet draaien. Ik weet niet of je dus de werkgever daarvoor moet benaderen. Niks. Nou, misschien een jonge gezicht of zo. Oh ja, dat is wel lekker. Nou, ik ben een beetje de corona-kilo's zouden eraf mogen. Voor de rest niks. Ik denk iets meer haar. Nou, ik zou meer volume willen hebben. Meer volume, kijk. Nou, helemaal niks. Niks. Nee, wij zijn tevreden zoals we zijn. Ik zou graag iets langer willen zijn. Maar goed, dat is niet altijd mogelijk, denk ik. Hogere schoenen kopen dan maar. Dat is het meest makkelijke. Mijn lengte. Mijn lengte. Nou, niet veel meer, want we zijn op een leeftijd gekomen dat we niet meer zoveel hoeven te veranderen. Nou, ik heb net Carlo het antwoord gegeven van mijn ogen. Dat is het. Nee, verder. Nee, we lopen nog redelijk, we doen alles nog, we zijn gezond, laten we het zo maar zeggen. En ja, de tweede 50 jaar na de 50, dat zal wel erger worden, maar ja goed. Laten we het daar maar op houden. Weet ik veel, iets waar ik geld aan kan verdienen of iets in die richting, waardoor ik technisch gezien een nut heeft. Een beetje slanker. Een beetje slanker, ja. Ik weet niet. Ik weet ook niet hoor, alles zit op zijn plaats. Ja. Dat is mooi.